te veel tijd kwijt aan administratief gedoe. Allemaal, joh. Ja, bijna allemaal. Ingrid, jij noemt het zelfs vinketering. Ja, ik kom uit Rotterdam. Ja, vinketering. Zetten van vinken, ja. Dan dus... Nou. Ja, weet je, je moet verantwoorden, dus je moet een vinkje zetten. En daar hebben wij gewoon een teringeikel aan. Ja, en hoe vaak moet dat? Dagelijks. Ja, ieder kwartier, weet ik het. Ja. En dat is voor jullie nog erger. Ik bedoel, ja, wij moeten alles rapporteren. Echt alles rapporteren. Ja. Miranda, hoeveel tijd ben jij daarmee kwijt? Een derde van mijn werktijd. Een derde? Ja. Dus als ik een acht-urige werkdag heb, dan zit ik vaak 1 à 2 uur toch wel alles te rapporteren. En hoe, overdrachten. Te eerlijk naar kijken, hoe nuttig is het dat je dat allemaal per minuut ongeveer zit opschrijft? Het is natuurlijk wel sommige gevallen nuttig. Hè? Je moet wel een goede overdracht maken voor je collega's. Je moet ook wel goed rapporteren wat de cliënt of bewoner in dit geval mankeert, hebt meegemaakt. Hè, de familie wil dat natuurlijk ook allemaal weten. Hè? En je moet ook voor de aansprakelijkheid. Ja, hè? Dat als er wat misgaat. Als er wat misgaat, want voor je het dan weet moet je er wel allemaal in je broek hangen. Ja. Dus je maar toch een derde van je tijd aan papierwerk terwijl je... Of artsen bellen. Of terwijl je dat dus ook aan patiënten zou kunnen... Maar dat hebben allemaal collega's natuurlijk. Ja. Martin, dit is al zo lang en zo veel... Ja, waarom stoppen we daar niet mee? Nou, weet je wat het is? Het is wantrouwen. Want het zijn natuurlijk dingen wat je zegt... ik moet voor mijn collega opschrijven dat mijn vrouw niet goed gaat. Ja. Maar voor de rest is het wantrouwen. Waarom moet je opschrijven dat je 5 minuten bezig bent geweest... En wantrouwen van wie? Van onze maatschappij, want als er een incident is, dan gaat het een Tweede Kamerlid gaat vragen stellen en dan moet de minister weer een vinkje extra hebben. We moeten een beetje af van dat alles maar regelbaar is. We moeten zorgen dat we zeggen: jij hebt je werk, we vertrouwen je en ja, weet je, weg met het wantrouwen.